Het Korps Politie Suriname heeft in de periode van 21 februari tot en met 21 maart 358 aanhoudingen verricht. Het gaat in deze om aanhoudingen en in verzekeringstelling van verdachten van berovingen, inbraken en diefstallen. Het criminaliteitsbeeld van deze periode toont een verschil met het beeld van de maand ervoor. Het Korps Politie schrijft dit verschil mede toe aan de bereidwilligheid van burgers om informatie over criminele activiteiten te verstrekken aan de politie. De politie doet er alles aan om de criminaliteit verder de kop in te drukken. Ze doet daarom een beroep op alle belanghebbenden in de gemeenschap om haar hierin te ondersteunen.